Ik ben Erik van der Rijdenschepen van Sport van de Stad Leuven. En we lopen vanaf nu iedere dag een mijl. En de kinderen vinden dat heel leuk. En er zijn er hele snelle bij. Ik moet zeggen, het is een fantastisch gebeuren. Ja, ik doe eigenlijk redelijk veel sport, zowel lopen als fietsen, als fitnessen. Ik heb getracht de jeugd te volgen. Ik vind dat fantastisch, want inderdaad, de kinderen bewegen niet meer genoeg. Het is veel gemakkelijker om met allerlei spelletjes en computerspelletjes en tablets bezig te zijn. En ik vind het dus geweldig dat dit initiatief plaatsvindt. In het lopen is het natuurlijk Dering Club Leuven Atletiek, die eigenlijk de grote loopclub is van Leuven. Hè? En een van de topclubs in België. Ja, bij mij is de kriebel ook in de school begonnen. Maar dat was eerder in de middelbare school. Waar we dus ook in de turnles altijd naar moesten lopen. En dan gaat het voort en men vindt dat prettig en men blijft oefenen. Hè. Dat vind ik perfect. Als men maar beweegt. Hoe snel men beweegt heeft geen belang. Als men maar beweegt. Ja, ik weet niet welke middelen dat jullie natuurlijk allemaal hebben. Of jullie gaan zwemmen of dat soort zaken. Maar dat is ook fantastisch natuurlijk. Hè. En ik denk dat dat toch ook de rust in de klas zal bevorderen. En ook de concentratie in de klas zal bevorderen. Want inderdaad, men komt nogal opgelaten soms de speelplaats op. En ja, na zo eens even af te kikken, denk ik dat het goed is. En dat men dan terug een frisse geest heeft om de lessen te volgen. Graag gedaan. Veel succes.